Nergens wordt er zoveel werkdruk ervaren als in de zorg, zo blijkt uit onderzoek. Bovendien is de emotionele belasting daar veel hoger dan elders. Zeker ook in de ouderenzorg, die de afgelopen jaren flink is veranderd. In de jaren 50 en 60 schoten ze als paddenstoelen uit de grond, de bejaardentehuizen. Elke oudere had recht op een onbezorgde oude dag na een druk leven. Maar 50 jaar later is de kijk op zorg veranderd. De zorg in zo'n tehuis is duur en veel ouderen willen ook liever in hun eigen huis wonen. Dat betekent ook dat de huizen minder personeel in dienst kunnen hebben. Dat is nu al merkbaar. Er wordt bijvoorbeeld bezuinigd op extraatjes, zoals activiteiten. Extraatjes zoals activiteiten, en die maken het volgens mij nou juist zo leuk. Jullie werken in die zorg. Fred Schrande, welkom, directeur Trivium Meulenbeltzorg. Jullie hebben verschillende locaties in Twente. Werkzaam in het Borsthuis zijn Jolien Brugink, verzorgende, en Carla Grob, verpleegkundige. De hoogste werkdruk, ik ga even naar de dames toe, wordt in de zorg ervaren. Niks nieuws onder de zon, toch? Nou, ik vind een hoge werkdruk eigenlijk wel meevallen. Tuurlijk, ik ben wel moe als ik in huis kom, maar ik heb wel een voldaan gevoel als ik in huis kom. Het is een relatief begrip, wil je zeggen, ja. Werkdruk. Carla, hoe ervaar jij dat? Ja, het is momenteel natuurlijk heel modieus om te roepen van we zijn druk, druk, druk. Ja. En natuurlijk gaan wij naar huis dat wij moe zijn, maar we gaan ook naar huis dat wij ontzettend voldaan zijn. En dat we weten van dat we goed voor onze mensen hebben gezorgd en dat ze de dag prettig door zijn gekomen. Jullie hebben allebei, zijn jonge mensen nog, heel bewust gekozen van dat vak in de zorg. Je had het jezelf een stuk makkelijker kunnen maken door een lichamelijk wat gemakkelijker beroep te kiezen, dat het veel beter betaald wordt. Waarom dan toch de zorg? Ik vind het leuk om met mensen te werken en ik kan gewoon iets betekenen. Voor de mensen bij ons. Wat kun je betekenen? Nou, gewoon een knuffel of creatieve dingen doen. 'S Middags een keer een appeltaart bakken, gezelligheid. Is die tijd er nog, Carla? Kan dat wel? Klinkt heel mooi, hoor. Ja. Bij ons is die tijd er nog, ja. Ja, de ene dag wat meer als de andere dag, dat natuurlijk wel. Maar die tijd is er zeker, ja. Fred, waar haal jij die zak met geld vandaan? Dat het bij jullie allemaal kan. Nou, wij hebben niet meer geld dan anderen. Maar wat je bij deze twee meiden onder andere merkt, is dat zij met passie hun werk doen. En dat zij zich echt verdiepen in de cliëntenbewoners en ook in de familie. Maar doe jij nou niet andere zorgverleners tekort? Want dat doen ze volgens mij allemaal. Ja, nou, ik weet niet wat anderen doen en wat anderen niet doen, maar ik weet het van hen. Ik heb een dag met Carla meegewerkt, zij was een dag mijn chef. Elke maand werk ik in dienst mee. En dan loop ik 's ochtends om 7 uur naar de kamer van... Op tijd beginnen voor een directeur. Op tijd beginnen, 7:15. En dan begin ik daar en dan zeggen ze tegen mij van de heers buikgriep op de afdeling. En dan kijk je een beetje zo en dan zeggen ze, maar dat is goed voor je weerstand. Dus ze laten meteen blijken van hè, waar je komt. Maar voordat we naar die patiëntenkamer gaan, vertelt Carla tegen mij, dat is die en die mevrouw, die heeft die en die kinderen, die en die kleinkinderen. Ze markeert dat, ze houdt van mooie nagels en ze houdt van mooie haren. Dus op dat moment merk ik, ze kennen de patiënt, ze kennen de familie, ze kennen de kinderen, ze kennen de kleinkinderen. Die is er ook bij betrekken. En dan kan je, als je het met elkaar doet, dan kan het. Kleinkinderen die er ook bij betrekken, kinderen die erbij betrekken. Je zult wel moeten, want familie praat steeds meer mee. Neem Hugo Borst, die dus helemaal de media opzoekt en zegt kritiek heeft op de zorg voor zijn moeder. Jullie zullen ook kritiek krijgen, want familieleden kun je denk ik nooit helemaal naar de zin doen voor hun dierbaren. Hoe ga je daarmee om? Hoe we daarmee omgaan is dat we toch wel heel erg betrokken zijn bij de familie. En dat we daar, het is gebleken als wij goed in gesprek gaan met de familieleden... Dat het eigenlijk nog wel meevalt. Dus je moet ze goed kennen. Ja. Je had een paar voorbeelden, Fred, zei je vooraf. Vond ik wel mooi. Als je meer weet over wat iemand rustig maakt, heb je er ook een stuk minder last van, tussen aanhalingstekens. Nou ja, ik heb inderdaad een mevrouw van 92 die verlamd is van hier naar beneden. En die wil niet douchen. En ik heb haar gedoucht. Op zijn mooie... Is dat gebruikelijk trouwens dan? Wat? Daar had ze geen problemen mee dat ze door een man of zo of door jou dan gedoucht werd? Nou. Bijvoorbeeld Carla die vertelt mij daar van tevoren van die mevrouw die houdt van mooie haren en mooie nageltjes. En dan loopt zij heel voorzichtig naar die mevrouw toe en dan zegt ze, ik heb mijn broeder meegenomen. En dan stel ik me heel netjes voor en dan zie ik een hoofdje onder de dekens met ook de nageltjes. En dan zie ik die hele mooie nagels. En dan maak ik haar een compliment. En dan zeg ik, wat heeft u mooie nagels mevrouw? Wat heeft zij mij verteld dat ze het belangrijk vindt? En door het compliment dan komt ze wat los en dan zeggen ze tegen Carla, nou die meneer mag wij ook wel helpen. Dus zo, ja, je moet wel je best doen om ervoor te zorgen dat ze jou accepteren. Ja. Nou, je kunt ze niet als een nummer behandelen. Aan de andere kant, als er, ik las dat in de krant, hè, er is ook verslaggever van de krant, is meegelopen bij jullie. Binnenkort gaan we bij TVO's bij jullie opname maken. Als ik dat dan lees van 8 patiënten aan die kant en 8 patiënten aan die kant. En de een roept dit, de ander heeft dat nodig. Je hebt maar 2 handen.
We hebben ons team opgesplitst. We beginnen 's morgens aan ieder scout met twee mensen. Dus ik sta zelf met een collega op 8 bewoners. En daar ben ik eigenlijk mee bezig. Voel je wel eens dat je denkt, ik zou wel meer willen geven, maar het gaat gewoon niet? Ja, soms, dan, soms wil je wel wat meer doen. Maar dan, ja, je moet toch je tijd ook voor iedere bewoner goed benutten en indelen. Hebben bewoners begrip daarvoor dat je niet à la minuut klaar kunt staan? Carla? Ja, wij werken dan op een psychogeriatrische afdeling. Ja, wij ervaren dat niet, dat, dat we de bewoners tekort doen. Nee. Bij wijze van, nee. Jullie krijgen met andere problemen te maken, dat ze soms agressief zijn, ook niet weten wat ze tegen jullie roepen. Ja, en ook niet eenvoudig. Nee, dat is niet eenvoudig, maar ook daar gaan we ons weer verdiepen in de bewoner. Waar komt de agressie vandaan? Wat maakt het dat iemand toch agressief reageert? En door een bepaalde benadering daarop toe te passen, kun je al heel veel agressie wegnemen. Ja. Door eigenlijk simpele dingen. We hebben bijvoorbeeld een meneer, als je die met de stoel hard naar achteren trekt, dan wordt die meneer opstandig. Maar als je hem benadert, een meneer is doof en blind, en als je hem benadert en je maakt even lichamelijk contact, en je maakt even een beetje oogcontact, nou dan is het... is al heel veel agressie hier weggenomen. Dit klinkt, en ik geloof je gelijk, als heel betrokken en inlevend. Dan moet je toch, op zo zachtst gezegd, heel boos zijn als je leest dat er iedere keer in de media verschijnt. Ja, verdrietig. Want? Wij ervaren het dus niet zo, wat er allemaal gezegd wordt, van de plascontracten en dergelijke. Dus ja, dat maakt je soms wel eens dat je denkt van dat je daar verdrietig van wordt. Worden jullie op aangesproken door mensen? Hoe gaat dat bij jullie? Vervelend, hè? Dat je zo moet werken. Want er is een imago dat je maar beter niet in een verpleeghuis kunt komen. Want daar kun je ook maar beter niet komen. Maar ik bedoel, dan hebben niet veel meer in te brengen. Is niet best met je gesteld. Dat moet toch pijn doen? Ik zelf heb er nog niks geen reacties om me heen van gehad. Nee. Waar haal jij jouw voldoening uit? Dat ik gewoon mijn creatieve dingen op het werk kan doen. Zoals? Leuke dingen doen met mensen. Appeltaart bakken of leuk bij iemand zitten. Even een praatje maken. Ja, dat is wat jij... Ja. Transparantie in de zorg, ik zei het al. Jij hebt iemand van de krant bewust, denk ik, toegelaten in jouw bedrijf, in jouw verpleeghuis, Fred. Ja, ja. Om eens mee te draaien. Daar is een heel relaas van verschenen zaterdag in de Twentse Krant. Binnenkort gaat de verslaggever van de RTV Oost, die afspraak stond al, gaat weken meedraaien. Ja. Waarom doe je dat? Nou, ik vind transparantie en openheid heel belangrijk. Wat zij doen, vind ik zo mooi. En ik ervaar het zelf en ik zie dat zelf. En ik vind het heel fijn dat zij bereid zijn om dat te laten zien. Want er gebeuren hele mooie dingen. En er zit ook een heleboel leed bij, maar laat het ook maar zien. Is het ook een tegenwicht te bieden aan de negatieve verhalen? Ja, ook. Maar wees maar open, wees maar transparant. Ook naar die familie, naar die cliëntbewoners, naar die vrijwilligers. En dan blijkt dat als je dat doet, dat ze je komen helpen. En daarmee houden wij de zorg van een goed niveau en ook betaalbaar. Dus als een journalist belt, mag die meteen mee. Als jullie bellen, jullie willen opnames maken. Wacht even, maken, je houdt de zorg daarmee betaalbaar? Die link snap ik niet helemaal. Nou, omdat wij hebben gemerkt, als je transparant bent en open bent, naar familie bijvoorbeeld. Als zij zien hoe het 's ochtends om 7 uur gaat, familie, dan zeggen ze, nou, wij willen wel om 7:30 willen we wel komen helpen bij het ontbijt. Oké, op die manier. Want ze weten helemaal niet hoe het met hun vader en moeder in het verpleeghuis gaat. En dat kunnen ze ook niet weten. Meer betrokkenheid is ook meer zorg van buitenaf. Meer meedoen en meer hulp. Ja, die kant gaan we wel op, hè? En het gebeurt al. Ja. Want alle familieleden vonden het goed. En één familielid zei ook tegen de journalist van Tubantia, let erop, als je iets verkeerd schrijft, dan krijg je met ons te doen. Ja. Weet je, dus ja. Je ziet die betrokkenheid, maar het is ook hun huiskamer. Ja. Dat was voor hen heel moeilijk, want zij moesten eigenlijk de huiskamer overdoen aan de familie. Nou, Carla, die is wat jonger, zou je kunnen, maar die... Ja. Nou, in het begin zei jij van, dat vind ik best wel... Ja, dat was bij ons in de zorg natuurlijk heel erg raar, hè? Wij waren de baas in de keuken. Ja, en verantwoordelijk. Wij waren verantwoordelijk en dan staat er zo ineens, moeten wij dus 360 graden omdraaien en moeten we daar de familie toegang geven tot de keuken. En dan krijg je ook weer de vraag van, wat mag de familie nog wel doen en wat niet? Ja, dat krijg je ook, dat is ook... En wij zijn gewoon naar de familie toe dat we zeggen van, niks is te gek. Jullie mogen echt alles doen. Ja. Vader, moeder naar het toilet brengen. Als dat moet gebeuren met een lift, dan geven we jullie uitleg hoe zo'n lift werkt. Om het toch veilig te houden. Dus
We hebben ook een mevrouw en daar de kleinzoon. Die komt op bezoek bij oma. En de kleinzoon die brengt oma naar het toilet. Hmm. Dus wij gaan even vragen van red je je? En ja, dus wij staan op de achtergrond als er vragen zijn. Maar ja, dat gaat prima, dat gaat perfect. En dat gaan we straks allemaal zien bij TV Oost in december. Heel even, Fred, jij bent directeur. Maar ja, ga je nou met een wijsvingertje meekijken bij ons in de regieruimte en daar waar gemonteerd wordt van dit wel, dit niet? Nee, dat heb ik ook bij Hent niet gedaan. Ik had het volste vertrouwen in dat het goed zou komen en dat bleek ook. Goed. Onze verslaggever Jouke Boerdam wordt dus geen strobreedte in de weg gelegd bij deze. Goed, vanaf december dus te zien bij TV Oost.